Goedenavond allemaal. Welkom. Nee, ze zijn ineens heel stil. Welkom op de eerste dag van de erkenning van je gaven en capaciteiten challenge. Ik ben heel blij dat jullie met zoveel erbij zijn. En er zijn nog veel meer mensen die meedoen en die gaan de opnames dan beluisteren of komen ze later nog bij. Als je, wat ik al had gezegd, als je vragen hebt of als je antwoorden hebt, kan het beste via chat en dat vind je ook onderaan. En je kan jezelf ook unmuten als je wilt praten. Of unmute ik, moet ik jullie dan vinden en unmute ik jullie. Mijn allereerste vraag is of iedereen al bekend is met Access Consciousness. Als het goed is wel. En ik heb jullie uitleg van Creating Statement ook gestuurd via e-mail. Als er iemand is die nog niet bekend is met... die nog helemaal niet bekend is met Access Consciousness, dan raad ik dat sterk aan om dat straks nog te bekijken. Dat is uitleg van Dr. Dane hier over hoe Clearing Statement werkt, want dat is iets wat ik 5 dagen, die hele 5 avonden ga gebruiken. En dat is dus echt handig als jullie weten, de meeste van jullie ken ik wel en weet ik dat jullie daar al mee werken, dus dat komt helemaal goed. Zo kan ik geen chat zien, zo wel. Mijn allereerste vraag aan jullie is eigenlijk een vraag die ik elke keer had gehoord in de classes van Dr. Casey Crisp, waar ik veel opleidingen mee had gevolgd. En die vraag aan het eind van elke class, if you could get anything out of this class, so if you could get anything out of this challenge, what would it be? Als je alles zou kunnen krijgen van deze 5-daagse avond gebeuren, wat zou het zijn voor jou? Wat zou je het liefst willen creëren in jouw leven na deze 5 avonden samen? Je kan het typen of je kan het meenemen. Je hoeft het niet te delen, maar je mag het wel delen. Het is wel gezellig. als we ook energie met elkaar delen. Wat ik trouwens ook wil benoemen. Het is heel cool dat we met zoveel zijn. En de energie was vanmiddag al vanaf 3 uur heel erg aan het groeien. En het is heel, heel cool dat we 5 dagen met zo'n grote groep. Oh, wat mooi. Met zo'n grote groep samen aan het creëren zijn. Maar het is eigenlijk iets wat we met elkaar ook kunnen. Niet alleen ontdekken, maar ook creëren. Dus overvloed, meer duidelijkheid van mijn sterke punten, meer vrijheid in eigen creativiteit, heel cool, to be good enough, en alles wat dat niet toelaat, goed en bedreigend en een pak all night just boys and beyond, volle dag mijn capaciteiten tot creëren accepteren, heel cool, eerst kom erkennen en dan... En dan daarvan uit kan je echt gaan creëren. Dus dit is echt helemaal mooi. Heel fijn om jullie antwoorden te lezen. Om het gemak te gebruiken van mijn talent. Yes. Houden van mijn capaciteiten. Mijn zichtbaarheid en vertrouwen in mezelf. Ja. Het is zo lekker. Bloeiende, gezonde, happy praktijk. Meer duidelijkheid van waar mijn capaciteiten liggen. Daar gaan we echt daar gaan we heen. En we gaan stapje bij stapje. Ik heb het zo gecreëerd dat we de energie gaan opbouwen gedurende die 5 avonden. Maar we gaan vandaag al lekker van start. Weten wat mijn werkelijke talenten en gaven zijn. En deze inzetten. Cool. Zelfvertrouwen in mezelf zijn. Yes, Klaske. Yes. Heel, heel tof. Marianne is erbij. En wat er nog meer mogelijk is. Wat er nog meer mogelijk is voorbij wat je al weet, hè? Ja, cool. Weten wat mijn grootste kracht is en hoe deze in te zetten waardoor ik volle dag vrij creëer als bijdrage voor de aarde en de wereld. Innerlijke vrede, zelfvertrouwen. Onverstoorbaar. Dat is heel krachtig. Dat is volgens mij dat Valerie. Gewaar en positief vanuit eigen authenticiteit zijn en creëren. Om met meer gemak te ontvangen en inzichten en talenten te de week. Mijn gewaarwording te vergroten.
Ja, gaan we ook echt oefeningen voor doen. Alles laten stromen, geen blokkades. Echt delen van al mijn energiewerk dat het erkend wordt en gewaardeerd. Ja, dat is echt waar, dat is echt precies waarom ik deze challenge had opgezet. Zodat we allemaal zien waar onze capaciteiten liggen. En niet alleen dat, de vijfde call gaat echt over ze echt te verbinden met alles en iedereen die daarop zit te wachten. Dus daar komen we zeker wel. Mijn capaciteiten zichtbaar maken, meer bewustzijn en meer gemak met de clearings, zichtbaar zijn en met gemak mijn talenten ontdekken en uitvoeren, durven mezelf te zijn, vriendelijkheid voor mezelf eerst. Heel mooi, Cindy. Dankjewel. Heel cool. Heel toffe. Meer zichtbaar zijn, creëren vanuit zelfliefde en gemak en plezier leven en werken en zijn. Peaceful, easy feeling, zelfvertrouwen en kunnen zeggen wat ik weet. Mij geborgen voelen zonder afhankelijkheid. Heel mooi. Oh, wat ben ik blij. het is heel tof dat jullie dat uitspreken. Dus ook voor jou, maar ook voor iedereen aan de call. Want dat zijn de energieën waar we mee gaan spelen. Dus dit is heel mooi om met elkaar te delen. Ingetuned nu. What was the question? Iedereen niet op antwoord. The question is, if you could get anything out of this call, what would it be? Als je alles zou kunnen creëren in deze vijf avonden, wat zou jij willen? Meer gemak met de clearings. Krijg er kippenvel van. Ja, dat is aan orde. Oké, heel tof. Dank jullie wel. Dit is echt heel cool. Wat ik niet ga zeggen, lijkt tegenstrijdig, maar dat is het niet. Al de verwachtingen, projecties, conclusies, oordelen, berekeningen die je hebt over de call en over wat je niet had gevraagd, wil je ze vernietigen en ontkrieren. Good and bad, right and unpot and pok, all night, shots, boys and beyonds. Waarom ik deze clearing doe, is omdat als je hebt besloten hoe dat eruit komt, ziet, je niet meer kan ontvangen dan dat. Dus het is heel gaaf om te kijken, wauw, dit zou ik graag willen. En wat is er nog meer mogelijk voor bij dat? Maar wat je graag zou willen, is eigenlijk wat je al in energie waarneemt en wat je al enigszins kan zien. En de universum heeft nog grotere plannen met ons. Dus wat is er nog meer mogelijk voorbij wat wij hebben besloten dat er mogelijk is? Dat is één ding. En dan wat ik jullie wil vragen en waar ik jullie ook gedurende al die vijf calls aan zal laten herinneren, is jullie barrières te laten zakken. Dat doe je gewoon door je barrières te vragen omlaag te gaan. Zodat jij alles kan ontvangen wat we met elkaar aan het delen zijn. En zodat jouw lichaam ook kan ontvangen. Zodat jouw lichaam ook verbonden is met al de andere lichamen aan de call. En met de energie die gekleerd wordt. En alles wat dat niet toelaat, wil je dat vernietigen en ontcreëren. Good and bad, right and unpot and pok, all night, shots, boys and beyonds. Want de call gaat niet over verhalen. Het gaat niet over hoofd. Het gaat echt over ontvangen en over weten. En over zijn wie jij bent. Ja. En vanuit Access Consciousness. wat we natuurlijk de tool van Access gaan we gedurende de hele vijf avonden toepassen. Als ik de vraag stel, ben jij in jouw lichaam of is jouw lichaam in jou? Wat is het antwoord daarop? Wat is groter, jouw lichaam? Of moet jij jezelf passen in jouw lichaam? Of past jouw lichaam in jou? Ja, cool. Dus daar gaan we even mee spelen. Ons aanwezigheid verruimen. Want heel vaak wat we aan het doen zijn, is ons proberen te passen in ons lichaam. Daar hebben we ons zo lang mee geïdentificeerd. En dan lijkt het erop dat we niet groter zijn dan dat. En er is geen grotere leugen. En hoe ruimer je bent, hoe meer je ook aan informatie kan ontvangen. Dus je kan heel even je ogen sluiten.
En je lichaam waarnemen hoe het zit. Op de stoel of op de bank of waar je zit. En waar zijn de grenzen van je fysieke lichaam? En hoe jouw lichaam nu is. En kan je niet net zo groot worden als de kamer waar je bevindt? En kan je net zo groot worden als de wijk waar je, of de dorp? En net zo groot worden als de stad? Ja, heel cool. Net zo groot worden als de, hoe heet het in Nederland? Als de provincie. Net zo groot worden als heel Nederland. En nu ben je net zo groot als Europa. En nu ben je net zo groot als... Nu ga je voorbij dat. Over het oceaan en naar Azië toe. Net zo groot als aarde. En nu word je groter dan aarde. Nu ga je universum in. Ben je daar overal? Kan je jezelf daar vinden? En je blijft in de verbinding met je fysieke lichaam. Je lichaam is er nog steeds. Je kan nog steeds je lichaam waarnemen. Maar je ruimte is veel groter dan dat. Cool. En vanuit deze ruimte... Welke capaciteiten en talenten heb jij dat je nog niet had erkend? Alles wat het jou niet toelaat om ze te erkennen, te weten, te ontvangen. En uiteindelijk ook te zijn, zodat je ze kan belichamen en toepassen in jouw creatie. Wil je dat vernietigen en creëren? Goed en bedrijven en voor ook all night shots, boys and beyonds. Welke capaciteiten en talenten heb jij die je nog niet had erkend? En alles wat jou niet toelaat om ze te erkennen, te weten, ontvangen en te zijn, zodat je ze kan belichamen en toepassen in jouw creatie, wil je dat vernietigen en ontcreëren. Goed en bedrijven en voor ook all night shots, boys and beyonds. Welke capaciteiten en talenten heb jij dat je nog niet had erkend? En alles wat jou niet toelaat om ze te erkennen, te weten, ontvangen en te zijn, zodat je ze kan belichamen en toepassen in jouw creatie, wil je dat vernietigen en ontcreëren. Goed en bedrijven en voor ook all night shots, boys and beyonds. Welke capaciteiten en talenten heb jij dat je nog niet had erkend? En alles wat je niet toelaat om ze te erkennen, te ontvangen, te weten en te zijn, wil je dat vernietigen en creëren? Goedem bedrijven om voor een pok online shots, boys and beyonds. Wat ik jullie wil vragen als een huiswerk tot morgen, is te kijken naar alles wat je had gecreëerd in dit leven. Tot nu toe. Naar alle gave dingen. Naar alle coole dingen, naar alles waar je blij mee bent. Maar ook naar alle dingen die minder gaaf zijn. Of die niet echt super tof zijn. Of die je niet per se had willen creëren. Want als we erkennen alles wat we tot nu toe hebben gecreëerd. Dan zien we ook hoe potent. We zijn als een creator, als iemand die capaciteiten heeft om van alles op gang te krijgen in ons leven. En op een gegeven moment toen ik nog lang voordat ik bezig was met Access, zo 8 jaar geleden, toen ik keek naar mijn leven, leek het dat er echt helemaal niks klopte. Dat echt alles mis was. En dat was het punt in mijn leven dat ik het echt op mijn laagste was. En jaren later, toen ik bij Access kwam, heb ik gehoord dat als je sterke creator bent, als je iemand bent die heel creatief is en die heel, heel grote potentieel heeft om dingen op te zetten en dingen te creëren, als je dat niet toepast, als je dat niet doet, dan creëer je puinhoop om je heen. En je bent creator. En als je dat kracht die je hebt niet inzet, op een manier die opbouwend is, dan ga je van alles afbreken wat er om je heen bestaat. En dat is wat voor mij zeker geldt. Dus als je wat dan ook kan creëren, kan vinden in jouw leven wat je wel had gecreëerd, dan betekent dat al automatisch dat je creator bent. En kijk, wij kijken daarop als,
als wauw, dit is positief, dit is heel cool en dat wil ik. En dit is negatief en dat werkt niet en dat wil ik niet. Maar dat is irrelevant natuurlijk als je vanuit het standpunt van excess kijkt. Dan heb je geen positief en heb je geen negatief. Dan heb je alleen creatiekracht. Dus of je puinhoop creëert of je overvloed creëert, is eigenlijk irrelevant. Als je weet dat je creëert, dan ben je iemand die dat kan. En hoe zet je dat dan op een manier die voor jou werkt? Daar gaan we dat nog wel over hebben. En we gaan het niet alleen hebben over creatie, maar ik ben nu geïnteresseerd in wat je ziet, wat je aan je eigen capaciteiten en talenten eigenlijk al kan zien en erkennen nu. Dat is zeg maar de eerste stapje. De kleinste stapje, maar wel belangrijke stappen en vertrekpunt voor ons allemaal. Dus daar kan je tot morgen mee spelen. Wat ik niet jullie had verteld, is dat bij Access Consciousness hebben ze daar een hele mooie term voor. Als je dus crap creëert, dan noemen ze dat OCCC. Obsessive Compulsive Creator of Crap. Dat is gewoon een hele leuke afkorting. Ja, voor mij was het iets wat ik heel bijzonder vond om te horen. Dat ik het eigenlijk niet verkeerd had gedaan. Dat ik gewoon niet ruimte voor mezelf had genomen om te kunnen creëren. Ik heb mezelf opgesloten in huis met twee kleine kinderen. En dus moest ik gewoon alles, moest ik creëren op een hele kleine ruimte die bij mij helemaal niet past. En dus creëerde ik gewoon puinhoop. En wat is er nog meer mogelijk? En voor sommigen van jullie zal het gelden, en misschien zal het gelden voor een bepaalde periode in jouw leven, dat je heel graag dingen wou doen, maar eigenlijk geen keuze zag. En dan creëren we iets wat niet werkt. Cynthia schrijft, ik ben een mega creator die dat op veldterreinen niet heeft erkend en daarom een puinhoop heeft gecreëerd en de scherven nog op te ruimen heeft. Ja, voor mij heel herkenbaar. Zoveel gecreëerd, cool. Opbouwen, ja, ik wil ook zeker graag opbouwen en vanaf morgen gaan we echt stapjes maken naar meer en meer en meer. Mooie eye-opener. Zet graag het creëren van puinhoop om in mooie dingen. En wat is daarvoor nodig? En alles wat dat niet toelaat? Goed en bedrijven en potem ook all night shots, boys and beyonds. Stront is de mest van het leven vanaf nu. Ja, hoe zou dat zijn? Als we geen puinhoop meer hoeven creëren. Als dat niet meer nodig is om te bewijzen dat je een grote creator bent. Maar dat is eigenlijk een soort van bewijs dat je gewoon wel heel veel kan creëren, alleen het werkt niet helemaal, want wat is er nog meer mogelijk? Erminda schrijft, ik wil graag oplossen, maar daar heb je natuurlijk wel een probleem voor nodig. Ja, dat is waar. Dus wat alles het niet nodig is om problemen te creëren, zodat je wat hebt om op te lossen, zodat je, wat is er voor nodig dat je gewoon kan creëren wat je wil creëren zonder er eerst probleem van te maken. Oh, en nog leuker, die van ander. Dan als je graag problemen oplost van de ander, dan moeten ze je wel goed voor betalen. Dan kan het nog wel werken. Als je dat heel graag wil. Erika schrijft, ik besef nu dat ik heel veel gave dingen heb gecreëerd. Ja, en daar wil ik ook echt zeker dat we dat gaan bekijken, of dat jullie dat gaan bekijken. En hoeveel gave dingen heb je gecreëerd als klein kind? Hoeveel dingen heb je gecreëerd in je hoofd aan projecten en aan energieën en aan concepten of aan ideeën die je nog niet hebt gerealiseerd, maar waarmee je eigenlijk op aarde kwam en die nu klaar zijn om te beginnen te bloeien? En alles wat dat niet toelaat om daar opnieuw verbinding mee te maken. En om daar echt voor gaan, wil je dat vernietigen en ontcreëren. Kunnen we bedrijven en potem ook all night shows, boys and beyonds. Heel cool. Heel tof. Mooi. Mijn moeder noemde mij probleemkind. Vanaf nu een eretitel. Ja, zeker. Ja, dat zijn kinderen die gewoon het meest creatief zijn. Hè? Die...
die kunnen dan niet stilzitten. Dat is een probleem. Heel veel als klein kind, steeds meer worden gemanifesteerd. Nee, ik echt open ben hiervoor. Ja, heel cool. Gaaf. Daar wil ik echt naar kijken. En dat is een hele toffe uitgangspunt ook. Om verbinding te maken met de energie die we hadden. Als klein kind weet je nog precies wat je wil. En wat tof is. En wat je leuk vindt. En waar je blij van wordt. Dat zijn energieën waar kleine kinderen nog helemaal... Heel makkelijk toegang tot hebben. Met gemak creëren zou ik willen. Ik heb mooie dingen gecreëerd, maar dat kostte steeds zoveel energie. Realiseer me nu dat ik een megacreator was op het moment dat noodzaak was. Vanaf niet gewoon, graag altijd. Ja. Godzillion projecten, ideeën en coole creaties van kinds af aan. Ja, ja. Dit is een hele fijne energie voor iedereen om in te tappen ook. Ik was alleen maar in beweging, turnen, zwemmen en in de natuur. Geen enkel concept in mijn hoofd, behalve liedjes zingen. Ja, dat zeg maar dat gemak met zijn, creëert al op zich. Dat is eigenlijk al waar je heen wil. En sommige mensen hebben meer, dat ze dat ergens in moeten gieten. Maar wat als dat niet eens nodig is? Wat als je grootste bijdrage voor de wereld... En aarde kan zijn als je jezelf kan zijn zonder wat dan ook te moeten. En alles wat dat niet toelaat om dat ook te kunnen creëren. En dat is ook een creatie. Tot zover ontspanning te creëren in jouw leven dat je niks hoeft. Dat je al bent. En dat je weet dat je er al bent. En dat je nergens heen moet. Alles wat dat niet toelaat, wil je dat vernietigen en ontcreëren. Goed aan bedrijven en potten ook all night shots, boys and beyonds. Ja. Als kind ging het al vanzelf. Je zag iets, wilde het. En op een of andere manier kreeg je het. Ja, ja, de energy pool die je was als een klein kind. Daar gaan we mee spelen. Volgens mij op vierde call gaan we daar ook weer verbinding mee maken. En niet met het kleine kind, maar met de creatie van de toekomst. Maar vanuit dezelfde energie, vanuit dat energie van zijn. Die we hadden toen we kleine kind waren. Heel cool. De tijd is om. Maar jullie hebben wat om mee te spelen. En ik ga, volgens mij zijn heel veel mensen niet op de call gekomen. Maar ik ga iedereen zo meteen opnames sturen. Hopelijk is iedereen die op de call heeft geprobeerd te komen wel gelukt. En... morgen zelfde tijd. Ik geniet ontzettend nu al. En ik kijk nu al naar uit. En wat is er nog meer mogelijk? En als jullie vragen hebben, dan kan je mij ook mailtjes sturen. En we kunnen morgen ook verder via chat. En morgen gaan we weer... Ik heb voor elke dag een beetje andere thema en andere invalshoek. En we gaan de energie steeds bouwen. En call 4 en 5 heb ik een kleine verrassing voor jullie. Nou, een hele fijne avond. En tot morgen. Bye bye.